Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit heeft zij mij echt gebracht. Zij heeft mij echt mijn ogen laten openen en heel anders laten kijken naar de wereld. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. Dit is Meesterwerk. Even kijken hoor. Je zegt, dit is in 2016, je zegt steeds vaker dat je een jongen bent. Je maakt er ook grapjes over. Op een dag zeg je in bad, mam, ik wil net als mijn vriend ook een piemel. Ik probeer uit te leggen dat dit niet kan, dat je een meisje bent. Je wordt boos. Diezelfde week zeg je nogmaals in bad, mama, kijk, mijn piemel groeit. Als ik later groot ben, dan word ik een jongen. Dus dat is 4 jaar geleden. Wat zegt ze niet meer, hoor, overigens. Dat de piemel groeit. Dat weet ze inmiddels wel. Maar zegt ze nog wel, later als ik groot ben, word ik een jongen? Ja, dat zegt ze. Niet dat ze het wordt. Ze is zich bewust dat dat niet zomaar kan. Wanneer ben je begonnen met het opschrijven van een dagboek? Toen zij 2 was. Dus dat is nu 7. Wat was de aanleiding dat je dacht, ik ga een dagboek bijhouden? Nou, dat dagboek ben ik wel later begonnen. Volgens mij, dit stukje heb ik geschreven omdat ik nog kon herinneren, zeg maar, wat er toen gebeurde. Maar ze is... volgens mij ben ik begonnen toen ze 3,5 was. Loopt ze in jongenskleren nu? Ja. Wat voor kleren kiezen? Jongens, meisjes, dan maak je meteen heel erg onderscheid. Maar ze kiest de kleren die over het algemeen de meeste jongens aan hebben. En dan houdt ze vreselijk veel van voetbal. Dus zij loopt meestal in mooie Ajax-shirts en van alles en nog wat. Dus je zou haar niet herkennen als meisje. Dus als iemand dat ziet, zou ik het heel knap vinden. Denk als je heel goed kijkt, zie je het wel. Maar nee, hier verder... Ze heeft een meisjesnaam. Ze heeft een meisjesnaam. Ja, en ook een hele erge meisjesnaam. Dus daarvoor. Heeft ze een afkorting dan? Wordt dat verkleind? Ja, ik verklein het vaak, waardoor je niet zo snel hoort dat die meisjesnaam... En dat gebeurt ook in de klas? Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, in de klas wordt... Ja, het is geen issue in de klas. Totaal niet. Dus haar naam is ook geen issue. Kan jij je herinneren wanneer de eerste keer was dat je dacht, hè? Nee. Nou ja, misschien wel. Wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ze... ik heb ook een oudere dochter. En dat is, het was echt een meisjesmeisje all over. Dus het stond bij ons vol met ponies, barbies en noem alle clichés maar op. Roze kleuren. En daar speelde zij niet mee. Gewoon helemaal niet. Maar als ze dan bij de buren was, waar veel jongetjes woonden, dan speelde ze juist enorm met parkeergarages en zo. Dus je merkte wel dat ze andere interesses had. Dus toen ze 2 jaar was, kreeg ze van ons een parkeergarage. En daar speelde ze mee. En we waren een keer bij een theater en dan kon je ook verkleden. En daar ging ik vaker met hun heen en dan mochten ze van tevoren wat verkleden. En er was altijd, pakte ze daar de Spider-Man pakken. En dan straalde ze echt als ze die aandeed. Zo stond ze daar tussen alle prinsesjes met de Spider-Man pak. Dus ja, dat waren wel dingen die me opvielen. Maar er was nog niet iets waarvan ik dacht, ze hield gewoon wat meer van jongensachtige dingen. Dat leek vooral. Totdat het uiteindelijk een ding werd dat we haar niet meer in bepaalde kleding kregen. Dus jurken gingen gewoon niet aan. Nou ja, goed, zegt ook allemaal nog niet zoveel. Toen het moment kwam dat zij bijna 4 werd, toen voelden we wel echt van, er is wel iets aan de hand hier. Of aan de hand, kijk, wat is aan de hand, dat weten we nog steeds niet. En we willen ook, dat is misschien goed om uit te leggen waarom ik dit interview ook anoniem doe. Dus niet omdat ik ergens voor schaam of dat ik bang ben of iets. Maar wij willen altijd, ik en haar vader, dat wij neutraal erin blijven staan. Dat is best moeilijk, maar er is natuurlijk altijd een hele grote kans dat zij gewoon heel blij is hoe ze nu is. Of dat ze over een tijdje opeens zegt, hey, mam, ik wil make-up op. Die opening wil ik altijd voelen, zeg maar, dat die er is. Dat is ook een reden waarom we nu anoniem doen. En dat was ook echt een wens van haar vader. Wij doen dat niet, maar de buitenwereld willen we ook niet dat die
al een stempel leggen of dat die zeggen zo is het. Of, hè, en daarom ben ik daar echt wel heel voorzichtig mee in haar naam uitspreken. Zeggen wie wij als gezin zijn. Je wilt gewoon laten groeien zoals het gaat. Ja, misschien is het dan ook meteen een mooie vraag. Waarom doe ik deze podcast dan? Ik borrel al een tijdje, al een paar jaar. Zij heeft mij echt wel heel erg mijn ogen laten openen. In hoe wij als in de wereld staan als maatschappij, die toch wel echt heel erg zwart-wit is, in mijn ogen. En dat is niet een vervelend bedoeld, maar in heel veel gevallen heel erg onbewust. Toen het verhaal van Nikki naar buiten kwam nu, toen was ik zo... Ik dacht, stoer wijf, weet je wat fantastisch dat ze dit doet. En dat ze dit durft en hoe ze er staat. Nou, ik was echt... plaatsvervangend mega trots op haar. Maar daarna dacht ik wel meteen... waar is ze allemaal doorheen gegaan? Hè? Want ik weet niet hoe oud ze is... maar in ieder geval heeft ze al een hele hoop... in haar jonge leven achter de rug gehad. En denk ook, waar gaat ze heen? Hè? Hoe gaat dit nu voor haar zijn? Dus het zijn ook wel zorggedachten die ik dan meteen krijg. En even voor de luisteraar die het niet heeft meegekregen... afgelopen week heeft Nikki Tutorial... die is op YouTube gaan en die heeft gezegd... ik ben geboren als jongen en ik ben getransformeerd naar meisje. Meisje, ja. En die heeft, een beetje de halve wereld... heeft die video bekeken. Ja. En enorm veel ophef over. En dat was ook op het moment dat jij mij berichtte. Ja. Ik wil mijn verhaal vertellen. En ik wil mijn verhaal vertellen niet alleen over mij... of over mijn dochter, maar ook hoe mijn dochter... door het onderwijs bewandelt. Ja. Nou, en ik borrelde er al een tijdje van. En nu dacht ik van, waarom ga ik het verhaal niet gewoon een keertje doen? En vanuit mijn... Ik kan het alleen maar vertellen vanuit mijn ervaring. Dus dat mijn dochter daar een onderdeel in deze podcast van is. Dat hoort er gewoon bij. Anders kan ik het niet vertellen. Nee. Neem me mee. Je dochter gaat naar school. Zij gaat naar school. Zij ging naar een school. En toen merkte ik eigenlijk al heel vrij snel wat de school... waar de grote boze wereld meteen open gaat eigenlijk. Hè? En ook een hele leuke wereld, een mooie wereld. Maar ook een boze wereld. En dat was dat eigenlijk toen ze in de kleuterklas kwam. Daar was gewoon helemaal oké. Okay, weet je, kinderen accepteerden haar meteen. De juf had het wel even uitgelegd. Want ze had toen nog wel lang haar. Ja, ze had nog wel lang haar. Maar goed, ze zag er wel heel jongensachtig uit. Ze was wel meer jongetje natuurlijk met lang haar. Die kleutjes vonden het fantastisch. Maar groep 8 bijvoorbeeld, die vond het ook heel interessant. Dus op het schoolplein werd ze al vrij snel wel aangesproken. En kwam zij een keer thuis met... Mam, ik wil een operatie. En ze was 4. Een operatie, hoe kom je daar nou weer bij? Nou ja, dan was er dus uiteindelijk een meisje uit groep 8 die dat allemaal lief bedoeld had. Die had gezegd, wil jij een jongen zijn? Wil jij een jongen zijn? Ja, ik wil een jongen zijn. Ja, nou dat kan. Dan, als je een operatie krijgt, dan kan je een jongen worden. Dus hij kwam thuis met het verhaal. Nou, oké, top, fijn. Dus dat kunnen we even regelen. Nou, daar schrok ik heel erg van. Toen was ik echt heel erg geschokt van, wat moet ik hiermee? Toen heb ik uiteindelijk daarover ook gesprek gehad met een psycholoog die hierin gespecialiseerd is. Die dat ook heel mooi kon vertellen. En wij stonden toen ook op het punt om te verhuizen. We gingen naar een andere school. Toen ben ik heel bewust gaan kijken naar wat van school gaan we kijken. En ze zei ja, weet je, scholen hebben zoveel invloed in het keuzeproces van een kind als haar bijvoorbeeld. Want zij heeft constant in haar dag... keuzes, constant. Ik ga naar de wc. Ga ik naar de jongens wc of ga ik naar de meisjes wc? Nou, dat begint al bij de plasketting misschien. Begint al bij de plasketting. Welke kleur plasketting hangt daar? Hè? Welke pak ik? Dat is wel grappig. Zij koos altijd stiekem als ik er niet was. Want we hadden de afspraak uiteindelijk dat we altijd gewoon naar de meiden wc gingen. Dus zij ging gewoon met mij mee, hè, als ze naar de wc ging. Maar zodra ik het even waren in een restaurant en ze mocht zelf gaan... dan zat ik uit mijn ooghoek te kijken en dan vloepte zo de jongens wc in. Dat vond ze dan wel heel gaaf om te doen, zeg maar. We hebben wel heel snel met haar een afspraak gemaakt... omdat zij vaker zei, ja, ik ben eigenlijk een jongen. Dat zei ze vaker. Hebben we uiteindelijk ook in overleg met die psycholoog gehad van... jij bent geen jongen, je bent een meisje, maar je houdt van jongensdingen. En dat is ook wat we... constant met school goed bespraken. Gewoon met ouders, ook waar ze mee speelden, thuis speelden. Want ze ging mensen ook echt een beetje uittesten. Dus ze ging ook kijken hoe lang mensen geloofden dat ze jongen was. Dus daar hebben we haar wel heel erg in geholpen. Ook omdat weer dat neutrale stuk wilde houden. Hè? Kijk, ze is nog zo jong. Ja, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En we hebben echt ontzettend veel...
ja, dingen meegemaakt. En ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik hier een kind in huis rond heb lopen met staartjes en een jurkje. En helemaal niet. Heel grappig ook dat ze... En ze houdt heel erg van theaterspelen. En dan verkleedt ze zich wel eens als meisje. Ja, dat is heel grappig. Want ik noem het ook, ze verkleedt zich als meisje. Maar dat is natuurlijk heel, heel gek. Nou, dat is dan een hele dolle boel. Ze make-up op en een jurkje. En dan, nou, iedereen lachen, weet je wel. Dus ja, dat is heel, heel, heel bizar eigenlijk. Ja. Hey, en je zei net bijna het woord gewelddadig. Als in de zin van school was ergens starten met een mooie kant. Een ingewikkelde kant met vragen die op afkwamen. Ja. Dat geldt ook voor jou. En je man. Ja. Hoe was dat? We hebben altijd wel heel erg op één lijn ingezeten. Hoewel ik dan vaker wat opener erin ben. Of eigenlijk is hoe zij zich opstelt, is ook bijna een beetje natuurgeweld. Hè? Ik kan niet anders dan meegaan met haar. Want als ik dat niet doe, dan zie ik gewoon ongelukkig kind. Dat hebben we altijd voor ogen gehouden. Als het haar gelukkig maakt, wat we doen... Hè, want het was ook best een keuze om haar af te knippen bijvoorbeeld. Want toen wist hij wel van ja, dan gaan we wel echt een... ook een soort van statement maken of zo. Dus we hebben daar altijd wel veel over gepraat. En ook wel ja, onze kwetsbaarheden daarin. En ook die van mij. Want ik ben wel eens heel boos op haar geworden. Van en nu is het klaar, weet je wel. Stop er nou mee, weet je wel. Je bent gewoon een meisje. En hou er nou mee op. Maar het is zo... Ja, maar dan is het bijna een beetje natuurgeweld. Maar je kan er niet tegenin. Dat gaat niet. Maar dus, hoe reageren zij erop? We lagen in bed met z'n allen 's morgens en toen waren we Tieteliet aan het luisteren. En toen zei zij tegen haar zus, toen het lied afgelopen is, heel lachend van... Ha, 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 jij krijgt later Tieten. En toen zei haar zus, ja, maar jij ook hoor, ik weet niet. Ja, en toen keek ze me aan met grote ogen en het was... Ik krijg Tieten, mama, ik krijg toch geen Tieten? Ja, jij krijgt wel Tieten. Die angst in de ogen. Ik wil dat echt niet. Ik zei, nee, lieverd, hoeven we nu nog helemaal niet over te hebben. Hè? En dat komt allemaal later pas. En dat zien we allemaal dan wel weer. Nou, en dan elke dag de vraag van... mama, wanneer krijg ik dan die tieten? En als ik dan die tieten krijg, hoe moet dat dan? En toen was ik uiteindelijk wel een beetje klaar met. Ik wist gewoon ook niet meer wat ik moest reageren. Van ja, je krijgt wel tieten. Ja. En toen was ik wel echt, zei ik van, hou er nou eens mee op. Je hebt nu geen tieten. En als je, we zien het dan wel weer, oké? Okay? En klaar ermee. Mama is nu even zat. Ja, maar je zei niet van, ik ben het zat dat je een jongetje wil zijn. Nee. Nee, ik wist gewoon zelf niet meer wat ik moest zeggen. En dat heb ik vaker hoor. Dat ik het zelf ook niet meer zo goed weet. Je bent naar school. Het wereldje waar we je zo rustig in laten zijn wie je bent, is niet langer meer zo normaal. Voor ons is het geen ding, voor anderen wel. De wereld is er ook. En hoe erg ik je daarvoor wil beschermen, daar gaan we hoe dan ook mee te maken krijgen. En nogmaals, als later blijkt dat een jongen worden is wat je gelukkig maakt, dan zijn we er altijd. We helpen je, we steunen je waar we kunnen. Maar we willen niet dat we je iets aanpraten. We willen dat je zelf keuzes in je leven maakt. Want wat is transgender nou? Is dat nou dat je jezelf mag zijn? Of is het een keuze maken in het systeem in deze wereld waar alles zwart-wit is? Ben je nou jongen of ben je nou een meisje? Ik zou zo graag zien dat je gewoon bent wie je bent. Met al je vrolijkheid, je grapjes en je gekke shows. Hey, ik nog wel een mooi voorbeeld. Kan ik nog wel even voorlezen als dat mag? Ik hou namelijk altijd alles bij, omdat ik eigenlijk ook denk, stel, op welke kant het ook opgaat, dat we met haar door een proces zijn gegaan, dat blijft. Dat gaat zij ook weten later. En ik vind het heel fijn om haar later te kunnen teruggeven van, nou ja, dit gebeurde er. En daarom heb ik deze en deze keuzes wel of niet gemaakt. Hè? Of wij als ouders. En dit is toevallig van afgelopen augustus. En ik zal hem voorlezen. Ik kijk een aflevering van Zomergasten met Maxime Februari. Je kan niet slapen en krult je met je dekentje op mijn schoot. Wie is dat, vraag je? Ik twijfel. Zal ik het uitleggen? Maxime was vroeger een mevrouw. Ik besluit het te doen. Je kijkt raar. Een mevrouw, maar heeft een baard en een piemel. Ik vertel dat ik niet zeker weet of hij een piemel heeft, maar dat de baard door de pilletjes komt. En dat hij eerst een andere naam had. Mag dat later ook, vraag je? Ben je blij met je naam, vraag ik. Ja, zeg je. Ben je blij dat je een meisje bent die eruit ziet als een jongen? Ja, zeg je. Mooi, zeg ik. Dan laten we het even zo. Beloof je me dat je zegt als je niet meer blij bent? Je krult je in me en we knuffelen elkaar. Ja, zeg je.
Ja, dat soort dingen komen we tegen. Ja. Moet jij ervan huilen? Ja. Ja. Wat raakt jou? Nou, dat je het heel open doet. Je denkt naar wat goed is voor je dochter en probeert ergens een liefdevol pad te maken. Je weet het ook niet. Dat vind ik mooi. Lief, dank je wel. Ja, dit is wat het is. En dat is een zoektocht. En ik denk, kijk, voor ons is het een zoektocht op dit vlak. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die struggelen met een zoektocht. Hè? En dat is ook zo graag waarom ik ja, in het onderwijs zo aanga van... Wij zijn als grote mensen, zijn wij zo snel geneigd om... Een kind vraagt altijd waarom. Waarom? En die wil gewoon antwoorden. En wij willen die antwoorden ook heel graag geven. Maar weten wij de antwoorden? Eigenlijk zeg je het net, hè? Het is zo'n zoektocht. Nee, wij weten het ook niet. Ik zou zo graag willen dat we in ons onderwijs wat bewuster van het niet wetende kunnen uitgaan. Wordt ze in een hoek geduwd of is het een spiegel op het onderwijs in algemene zin van het is redelijk voorbepaald? Voorbeelden die je geeft zijn nog ook redelijk. De school denkt mee, de leerkracht denkt mee. Ik moet zeggen dat wij op een ongelooflijk open school zitten. Die zo met ons meedenken, die zo altijd openstaan. En ook zelf soms keuzes maken waarvan ik denk, nee, niet doen. En dan hebben ze het gedaan en dan denk ik, oh laat maar. Weet je, zij zijn ook in die keuze bijvoorbeeld. Zij mag bijvoorbeeld zelf kiezen waar ze omkleedt, bij de jongens of bij de meisjes. Op dit moment zit er groep 4. Dat hebben zij bedacht van nou hè, we willen graag voor haar open en dat ze zelf die keuze mag maken. Maar dat betekent dus dat zij 2 keer per week een keuze moet maken. Ga ik nou bij de meisjes, ga ik bij de jongens? Dus dat doet iets met haar. Hè? En ergens hoop ik gewoon dat een school kiest ervoor om helemaal niet apart om te kleden totdat dat kinderen zelf gaan aangeven, hé, dat vinden we niet meer fijn. Want ergens zet je met hè, in groep 3 ook al, waarom moet je nou 2 aparte kleedkamers hebben? Wat is daar het nut van eigenlijk? Hè? Dus je zet eigenlijk al heel snel dan van je bent een jongen, je bent een meisje en dat is anders. En dat mag je dan niet van elkaar zien. Of ja, ik weet niet zo goed wat daar de keuze in is. Maar kijk bijvoorbeeld bij de kleuters. Bijna elke kleuterklas heeft een bouwhoek en een poppenhoek. Nou, kijk naar de poppenhoek. Daar liggen poppen, roze, bedjes, dingetjes, keukentje. Kijk naar de bouwhoek. Daar staan auto's, daar staan blokken en weet ik veel wat. Waarom moet dat los van elkaar? Waarom kan dat niet samen? Want wat er gebeurt, kijk, er zullen heel veel meiden zullen zich identificeren met zo'n poppenhoek. Hè, dat vinden ze fijn. Dus die meiden gaan vaker de poppenhoek in. Die jongens gaan steeds vaker de bouwhoek in. En hup. Je hebt eigenlijk, zet je al iets neer. Terwijl waarom zet je zo'n hoek niet gewoon lekker samen? Ja, dat zijn allemaal van die keuzes waar ik never er nooit niet over na had gedacht. Als ik niet een kind zoals zij had gehad. Omdat ze ook steeds die keuze moet maken? Ja, altijd. Ja. Twijfelt ze ook elke keer bij die keuze? Zij weet niet beter, hè? Zij weet niet beter dan dat ze altijd keuzes maakt. Waar kleedt zij zich nu om met gif? Nou, ze heeft nu voor zichzelf de keuze gemaakt bij de jongens. Ja, dat gaat goed. Dus dat vindt ze fijn. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook een tijd op turnen gezeten. En turnen is natuurlijk een heel andere sport waarbij... Ze was daar ook best goed in. Maar ze mocht bijvoorbeeld niet meedoen met wedstrijden. Ze trainde wel bij de jongens, maar mocht dan niet meedoen met wedstrijden. En daarin had ze dus wel echt gekozen om bij de meiden om te kleden. Maar dat was omdat er minder kinderen in zaten. Dus er waren mindere kinderen die dan naar haar keken. Maar haar kompas wijst gewoon naar de jongens dus. Ik ga meedoen met turnen met de jongens. Ja. Is geen enkel twijfel. Nee. Nee, we hebben dat gesprek er nog wel. Gelukkig is ze nu af, zit op voetbal. Veel genderneutrale sport. Veel meer een genderneutrale sport. Dus ik ben daar heel blij mee. En daar geniet ze ook heel erg van, gelukkig. Nou, wat de school heel goed is altijd met ons in gesprek blijven. Wat ik dus veel van de docenten terughoor. Hè, ze hebben nu een aantal docenten gehad. Die allemaal zeggen van, we zijn ons nu pas bewust hoe vaak wij een onderscheid maken tussen jongens en meisjes. Hè, we gaan tellen bij de kleuters. Hoeveel jongens zitten er in de klas? Hoeveel meisjes? Hè, dus dan zet je ook al wat neer. En dat zijn allemaal dingen die heel handig zijn. En ook heel hè, ik snap hem ook. Ik kom ook uit onderwijs. Ik ben ook ooit docent geweest. Ik deed dat ook, weet je wel. Dat is gewoon ook handig, praktisch, weet je wel. En vaak had je dan de drukke jongetje niet bij elkaar of zo. Daarvoor deed ik het dan. Maar totaal niet bewust van wat dat bijvoorbeeld voor een kind als haar is. Maar eigenlijk zetten we ook iets neer voor de rest van ons van het leven van een kind. Eigenlijk sluit je al
de open houding op die manier. Snap je? Kijk, mijn grootste wens is dat zij gelukkig wordt. Echt, dat is mijn allergrootste wens. En ik vertrouw haar heel erg. Als ik zie, het is een heel gevoelig kind, maar ik vertrouw echt dat zij de keuzes in haar leven gaat maken die haar gelukkig maken. En dat dat misschien niet de makkelijkste keuzes worden, dat, ja, dat moet ik dan voor lief nemen. Maar als moeder, ja, hoop ik gewoon vreselijk voor haar dat ze gewoon gelukkig blijft in het lijf waar ze in geboren is. En ja, dat hoop, dat is echt, ja, dat is mijn andere grootste wens, ja. Ook om de maatschappij en hoe de maatschappij daarin staat en mee omgaat. En wat je, als je terughoort van, hè, bij transgenders wat zij allemaal meemaken. En ook echt, ja, geweld. Ik ken ook heel veel mooie positieve verhalen inmiddels, gelukkig, hoor. Dus daar word ik dan ook wel weer heel, heel blij van. En ik, zo Nikki, denk ik ook, wauw, weet je wel, wat heb jij dat knap, ongelooflijk knap gedaan. En ja. Aan de andere kant zit de chantage onder. Ja, nee, ja, nou dat. Dat is, ja, de gewelddadige, ja, kant. Ja, verschrikkelijk. Ja, vind ik echt heel erg om te horen. We accepteren het niet. Ja. Kijk, wat ik altijd merk, en dat is iets... Kijk, ik, eigenlijk zou ik het breder willen trekken. Je hebt ook een keer een podcast gehad met Karim, toch? Dat over... Kansongelijkheid. Kansongelijkheid en al. En hij zegt ook van het gesprek is zo belangrijk. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor dat. Dat geldt voor alles. Het gesprek is zo ontzettend belangrijk. Als ik ergens binnenkom met haar en iemand kent mij niet, hij heeft dit nog niet zo vaak in zijn leven gezien, dan schrikt iemand. Ik zie het gebeuren. Schrikt, oh sorry, nee, ja. En als ik dan het gesprek aanga, krijgen we vaak hele mooie gesprekken. Dus kunnen mensen beter invoelen van, goh, oh, daarom kies je ervoor. Ik hoor ook mensen die zeggen, ja, maar duw je er niet een richting in? Ja, dat snap ik, dat je dat denkt. Snap ik ook echt oprecht dat je dat denkt. Ik denk dat ik het misschien van een afstand ook zou denken. En als ik dan vertel waar wij in zitten en hoe krachtig, ja, zij haarzelf wil zijn, dan krijg je een heel ander gesprek. Dus dat is natuurlijk ook iets wat in het onderwijs gewoon heel belangrijk vindt. En volgens mij begint dat al heel op een heel jonge leeftijd, hè? Waar die socialisatie zo'n belangrijk stuk speelt. En ja, ik vind, weet je, haar broertje, die noemt haar, die is een kleuter en die noemt haar een meisjesbroer. En dat vind ik zo mooi. En dat is het. Zij is mijn meisjesbroer. Weet je, en ik maar uitleggen, ja, nou, ze is een meisje, maar echt gewoon, ja, en ze is gewoon een meisje, maar ze houdt erg van jongensdingen, bla, bla, bla. Ik met mijn hoofd, hij met zijn hart, dat is wat er is. En ik zou het zo mooi vinden als we in het onderwijs bewuster kunnen omgaan met bepaalde beelden uit de maatschappij. Maar dat geldt ook, bijvoorbeeld elk kinderboek gaat ook, is dat ook meisjes, jongens, trouwt ook de prins met de prinses. Ik bedoel, ja, en hoeveel kinderen hebben er inmiddels twee moeders of twee vaders? Het is natuurlijk precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Weet je wel, dat zijn wel dingen die, waarbij je dus een beeld neerzet. Ja, maar zo hoort het. En dit zijn de waarden en de normen en daar moet jij je aan schikken. En dat is allemaal vanuit de hele goede bedoelingen en een mooie lerende houding bedacht. Maar ik denk dat als we ons bewuster gaan bedenken, wat doe ik daar nou? Wat doe ik daar eigenlijk aan als persoon? En hoe? En ik denk dat dan het eerste stukje dat je als leerkracht altijd moet kijken, wat vind ik ervan, hè? Want je hebt er vaak ook wel gewoon zelf een verleden mee. Of hè, misschien ben je wel op een bepaalde manier opgegroeid waarin je daar dus iets van vindt. En de volgende stap is, oké, maar wat doe ik daar? Hoe uit ik dat dan in mijn klas? En wat kan ik eraan doen om daar neutraler in te staan? Ja, ik geloof ook niet dat dat veel, veel energie zou kosten. Want ik denk dat je zo een lijst, een A4'tje kan maken met dingen waarvan je denkt, oh, hé, dat kan ik eigenlijk zo aanpakken. En nooit over na het gedacht. Dus eigenlijk zeg je, het gaat helemaal niet om of het een meisje die een jongen wil zijn of whatever. Het gaat gewoon over hoe ontmoet je elkaar en hoe start je samen in een school. Ja, ja. En hoe start je in de maatschappij? Hoe laat je een mens de maatschappij instarten? Daar gaat het voor mij misschien nog wel veel meer over. En dat is iets wat zij, hè, wat er ook met haar gaat gebeuren. Maar zij heeft, dit heeft zij mij echt gebracht. Zij heeft mij echt mijn ogen laten openen en heel anders laten kijken naar de wereld. En dat vind ik magisch, vind ik echt fantastisch dat haar gelukt is in haar 7 jaartjes. Ja. Wat zie je dan allemaal? Ik zie heel veel zwart-wit. Het is dit of het is dat. Ja, wat ik eigenlijk ook wel
heel erg merk, is dat, ja, en dat klinkt misschien, ja, ik weet niet, misschien vinden mensen het heel raar dat ik dit zeg. Ik wil namelijk ook niet zeggen dat haar situatie of de situatie van een kind die bijvoorbeeld twee moeders heeft, of dat dat per se een normale situatie is. Want in de meeste gevallen is de situatie anders. Dat is wel iets wat ik haar leer. Want ik leer, en dat doe ik dus misschien wel omdat ik de maatschappij dan zie. Ik leer haar wat jij hebt. Er hebben niet zoveel kinderen. Of tenminste wat jij hebt. Dat is misschien, dat is zo zeg ik niet. Maar hè, een meisje die heel erg van jongensdingen houdt. Dat zie je, zo, zie je, maar niet super vaak. Dus ik ben er al heel erg aan het vertellen van dat als iemand schrikt, dat zij daar niet overstuur van wordt of zo. Hè? Of dat zij, het is een heel gevoelig meisje. Dat zij dus leert dat bepaalde reacties van mensen, dat komt omdat ze het nog nooit hebben meegemaakt. Dus dat we daar eerst even over in gesprek gaan of over praten, en dat het dan dus voor mensen normaler gaat voelen. Ja, vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen, want ja, ik hoor ook wel vaak terug van, ja, het moet toch normaal zijn? Maar dat vind ik eigenlijk niet. Nee, maar je bent er ook gewoon mee geconfronteerd en je staat open en je wil naar je kind kijken. Ja. Het kind wijst eigenlijk de weg. Ja, ik heb altijd heel erg, ik hoop altijd dat ik het beste doe. En ik ben iemand die vrij intuïtief is ingesteld. Dus ik denk ook wel dat ik daarop mag vertrouwen dat ik dat doe. Maar het is altijd een zoektocht, altijd. Ja. Ja, maar dat vind ik altijd, en dat vind ik in het onderwijs, dat vind ik ook als leerkracht, maar altijd, ja, doe je het goede voor elk kind. En dat is heel ingewikkeld natuurlijk. En in haar geval is het een heel specifiek ding waar ik dan mijn zorg op heb. En ik ben dus steeds meer, ik ben heel anders naar mijn kinderen gaan kijken. Ik ben veel meer gaan kijken naar, hoe ga jij naar school? Ga je blij naar school? Naar school, of hoe kom je eruit? Hè? Ben je veel moe? Heb je buikpijn? Eigenlijk kijk ik dus niet meer naar de resultaten of cognitieve stuk. Terwijl toen ik mijn dochter, eerste dochter op school, weet ik al wel, ik in groep 3, nou, ik zat er bovenop, weet je wel. Hoe gaat het met haar? En gaat het allemaal goed? En kan ze wel op tijd lezen? En bla bla bla. Ik heb het niet, het is weg. Maar ga je dan uit van het vertrouwen dat de vaardigheden die je in het leven moet leren, die komen wel op het moment dat het zich aandient? Ja, minder, sowieso. Vind je überhaupt minder belangrijk? Ik vind het überhaupt minder belangrijk, maar zij heeft me wel echt geleerd. Het was zo duidelijk dat zij zo niet lekker in haar vel zat op sommige momenten. Dat stukje was opeens zoveel helderder voor mij, dat stukje, wie ben jij in je lijf, wie ben jij als mens, dat als dat niet goed zit, dat de rest ook niet kan. Snap je? Zonder dus, relatie geen prestatie. Nee. Ja, 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 zonder relatie geen prestatie en zonder je lekker voelen ook geen prestatie, denk ik. Leraren, mensen uit onderwijs die hier naar luisteren, wat wil je ze meegeven? Waarom, ja, wat ik hoop met deze podcast is dat ik niet mensen heb aangezet van, oh god, moet ik dit nou ook nog weer gaan doen? Want er moet al zoveel, dat is ook zo natuurlijk. Maar ik hoop wel dat ik een stukje bewustwording hiervan heb mogen brengen. Van, hey, hoe doe ik dat eigenlijk in mijn klas? En hoe praat ik eigenlijk in mijn klas over dit soort onderwerpen? En hoe staan we er eigenlijk als school in? Want ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Dat je een keer met je team daarover hebt van, goh, wat doen we eigenlijk op school? En ja, elke school zal wel een kind hebben zoals haar, of een kind hebben waar iets anders mee aan de hand is. En wat is onze rol daar nou eigenlijk in? Hè? Wat zouden wij nou kunnen aanpassen in onze manier van praten, of in onze manier van aanbieden, of in en hoe wij daarin staan als school? En ik denk dat dat gewoon een heel groot stuk gesprek en bewustwording is. En ik denk dat al zoveel zou uitmaken voor kinderen. Nou ja, voor heel veel kinderen. Ja, niet, kijk, in dit geval dan specifiek niet zoveel kinderen. Maar hè, als we het dan hebben over kinderen met andere gezinssamenstellingen. Of ja, ook, er zullen ook kinderen die al heel vroeg voelen dat ze bijvoorbeeld niet op mannen of vrouwen vallen. Hè, dat daar een bepaalde openheid in, ja, gecreëerd wordt vanuit school. Dus bewustwording. Lang antwoord, hè? Nee, het zou ook niet kloppen als je het heel kort in één zin zou zeggen. Dank je voor je anonieme openhartigheid. Yes, jij bedankt. Superleuk dat het mocht. Dit gesprek over gender in het onderwijs is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook,
Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.